Jongens, dat ik naar die kringloopwinkel ging was al een verrassing. Maar wat ik heb gekocht, het is ongelooflijk. Komt ze weer met spulletjes in huis? Hopelijk heb ik daar nog tijd voor. Nee. 3, 2, 1. Good morning, het is vrijdag. Paarse vrijdag, zoals je kan zien. Ik heb uiteraard paars aan voor de gelegenheid. Dit is de outfit, een blouse van Chiquel en een legging. En dan doe ik mijn Dr. Martens erbij aan. En jongens, ik gebruik vandaag mijn nieuwe tas. Toen ik hem net weer zag staan, dacht ik, waarom kocht ik hem ook alweer? Het is een gezellige dag, want ik ga werken. Daarna ga ik lunchen, allemaal in Schiedam. En daarna ga ik naar huis, want het is de hoogste tijd. Ik weet niet of je het kan zien. Het is namelijk de hoogste tijd om mijn snor weer even te harsen. Dus dan laat ik jullie meteen zien hoe ik dat doe. Ik ga gezellig dineren met Luc. En ik ga natuurlijk even de kerstboom laten zien. En de andere kerstdecoratie in het huis. Dus een gezellige vlog, denk ik. En daarna heb ik weekend. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Ik ben heel benieuwd, heb jij de kerstboom al staan? En wat is het kleurthema bij jou? Of heb je net als ik helemaal geen thema? Laat het even weten in de reacties. Vergeet niet om te abonneren. En dan wens ik je heel veel kijkplezier. Nou jongens, ik heb hem nou bij mijn outfit en ik denk, waarom? Ik vind hem helemaal niet leuk hierbij. Wat erg. Ik vind het even een voorjaarstas. Zal ik dat er dan maar van maken? Ik ga nu een andere tas pakken. Hopelijk heb ik daar nog tijd voor. Nee. Ik doe het toch. Wat jammer nou. Een impuls aankoop. Ja, ja, de molens van Schiedam. Lekker in de regen, maar gelukkig heb ik een paraplu en dus mijn warme jas. En dan ga ik eens naar een leuk zaakje. We gaan nog even naar een kringloopwinkel. Benieuwd naar de collectie. Schattige beeldjes. In het kerstthema wel. Dat is leuk voor een lange gedraaide kaars. Oh. Nou, ik kijk. En deze voor in de tuin. Oh, voor bij de deur. Wat een gezellige winkel met die vloerbedekking, hè? Heel leuk. Heb jij iets nodig? Nee, maar als ik iets zie, dan heb ik het nodig. Leuk zeg. Ik ga zelf juist altijd hier kijken of ik vintage dingen zie. Want dan heb ik het goedkoper dan in een vintage winkel. En dan kijk je een beetje naar de prins. Ja, leuk met een knoop erin. En kijk, dit kan ook wat leuks zijn. Dan moet je gewoon wassen, denk ik. Ja, natuurlijk. Niet leuk hoor, maar kijk, je weet maar nooit. Wat dachten jullie hiervan met een leuke plant erop? Een graslelie. Jongens,
trouwens dat ik naar die kringloopwinkel ging was al een verrassing, want we zouden alleen gaan lunchen. Maar wat ik heb gekocht, het is ongelooflijk. Wat een geweldige aankoop. Ja, ik heb Luc en mezelf gekocht. Het is een knuffelend beeld. Zwart is die. Even, hij is heel lang. Dus kijk, moet je zien. Een soort, nou, ik weet niet of het een man en een vrouw is. Oh ja, dit is wel een vrouw. Lang haar, zie ik. Kan ook een man zijn. En dat op Paarse Vrijdag, hè jongens. Dit beeld. En ze zitten zo te knuffelen. Ze staan te knuffelen. De billen zie je. En ze staan op een voetstuk. En ik dacht dat het misschien leuk is als ik hier dan opschrijf de datum van dat Luc en ik samen waren bijvoorbeeld. Ja, ik vind het zo mooi. Het is een, ik zou het bijna een Art Deco beeld noemen, maar dat is het niet, want het is uit een latere tijd. Maar qua dat het zo in die vorm eigenlijk. Heel mooi. Helemaal gaaf. Ja, ik vind het geweldig. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En wat Luc ervan vindt, maar dat horen we wel. Elke keer komt ze weer met spulletjes in huis. Elke keer weer. Ik ga lekker naar huis, we gaan eten en dan zie ik jullie zo terug voor mijn beauty ritueel wat ik nog zou uitvoeren. En hier is de kerstboom. En het vintage kerstdorp, wat ik allemaal bij iedere kringloop wel gespaard heb. We hebben gezellig even twee afleveringen van De Verraders gekeken. Zo heet het toch? Ja toch leuk. En dat was leuk. En nu pak ik even uit de schuur mijn... Kijk eens even. Heel erg, dit herbruik ik. En dit is het apparaat. Wasapparaat. Even smelten en dan kunnen we hem gebruiken. En ik reinig even mijn huid. Het moment is aangebroken dat het zacht genoeg is. En ja, omdat ik een paar keer echt vaak over mijn huid heen was gegaan en het daardoor heel erg geïrriteerd was, heb ik afgesproken bij mezelf dat ik maar één keer een strip eraf mag halen. Die zijn hard, daar gaat hij. 3, 2, 1. Die is weg. 3, 2, 1. Oh, die doet meer pijn. Maar daar had ik ook meer haar, zei ik. Hij is helaas niet helemaal weg hierboven. Ik twijfel of ik daar wel nog één keer overheen ga. Ik denk het wel. Ik pak het een klein stukje mee. En in het midden, dat moest ik toch nog doen. En de rest doe ik met een epileer, hoe heet het? Oké. 3, 2, 1. Oh. Hij is er niet af. Auw. Deed heel erg veel pijn. Maar ik ben weer erg tevreden, want dit voelt altijd zo lekker zacht. En morgen ga ik foto's maken met oma, dus dan sta ik er voor mijn idee extra goed op. Het was weer een onverwachte dag met een lunch die ik wel wist, maar met een kringloopwinkel en een aankoop waar ik nou totaal niet op was voorbereid. Het was al met al een hele leuke dag. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer om 4 uur weer terug. En ik heb heel snel weer een nieuwe eendagsvlog. Dus allemaal redenen om te abonneren. Nou, tot snel. Tjalaas.